steun bestaat niet. Ja? Voor mij. Ja, oh ja, goed. Nou, ik heb wel wat erop een glaas groen. En ik weet niet zelfs hoe het is dat ik het wil. Dat die elke week glaas groen. En ik heb ook een kaartje zelf thuis. Waar we ook een glaas groen. Ja, wat heb je nou een glaas groen? Ja, dit was vroeger met die glaas. Ik had met alles fijn te maken. Nee, maar dat is niet het lievertje. Ik heb het ook, ik hou helemaal niet van. Ik wil Palestijnen steunen. Nou. Ja, precies, hoe doe ik dat? Nou ja, probeer. Kijk, wij proberen dit te vermijden omdat ons dan gestolen land komt. Kijk, het was wel vroeger Palestijns grondgebied. En ze hebben de naam hetzelfde gehouden, maar het is gestolen. Dat zijn ze ondertussen. Dat kan je niet ontkennen. Nee, en daar kan hij niks aan doen en wij ook niet. Nee, maar het okay. is een feit. Waarom hebben jullie geen geldpot hier staan? Dat je er geld in kan gooien? Nou ja, dat mag dan weer niet van overheidswegen, want ik weet niet of wat. Maar kijk, er staat altijd wel een nummer op, denk ik ook. Van, ik heb zelf de laatste informatie, mag ik even een beetje overgemaakt, dat is 25 jaar geleden. Vanaf de eerste vrouw in het was ik zelf niet meer geluid geworden. Ja, natuurlijk. En, wie zou dit anders moeten betalen? Kijk, ben je meester, wat kan je? Kijk, ik breng je even mee. Nou moeten we even geen foto krijgen. Nu even een persoonlijk gesprek. Even een beetje persoonlijk. Steun. Kijk, Israël wordt genoeg gesteund natuurlijk. Er zijn zoveel christenen door Israël en alles. Maar nu moet je... Hé, er zijn zoveel... ik heb ook een vriendin die ontkent alles. Die koopt ook kettingjes. Van... ja, Israël steunen. Het heb ik één keer een stikketje op een briefpapier gedaan. Ze was helemaal ontroerd ervan of in de waard. En ik ben bloedzenuwachtig toen geworden, omdat toen schreef je weet toch dat ik toch een vader had. We hebben niks mee te maken. Ga dat nou uitleggen of niet met de Joodse vader te maken. Gaat om de mensen nu en de Joodse vader wat ze met hem hebben gedaan is walgelijk en vreselijk. Maar dat hebben de Palestijnen niet gedaan. Nu zijn de Israëli's die de Palestijnen onderdrukken.